Maar zo positivo met het nieuws vandaag. En het nieuws van vandaag is dat Laura, de jonkvrouw die 3 maanden in Qatar werd vastgehouden, is terug in Nederland. Gelukkig maar dat ze niet daar in de gevangenis bleef zitten met alle gevolgen van dien. Je weet maar nooit hoe dat in zo'n land kan uitpakken. Daar zijn de regels natuurlijk veel strenger als in Europa. Ze kwam vanmorgen met een vlucht van KLM aan op Schiphol. Laura werd in maart in Qatar opgepakt toen ze aangifte deed van verkrachting. En maandag kreeg ze een voorwaardelijke celstraf en een boete en mocht ze weer gaan. Dus gelukkig is ze weer in Nederland. Het verhaal heeft altijd 2 kanten. Volgens Peter de Vries eerder deze week concluderende. Dat het verhaal toch wel ligt, toch iets anders ligt, zoals zij het zelf heeft, die Laura zelf heeft aangegeven. Dus ik ben er natuurlijk niet bij geweest, Peter de Vries is er niet bij geweest. Maar het is moeilijk in te schatten waar de juiste strekking van het verhaal ligt. Dus dat blijft nog natuurlijk altijd nog een twijfel. Maar in ieder geval het belangrijkste is dat zij gezond en wel terug is in Nederland. En met de schrik vrij is gekomen, om het zo te zeggen. En dat ze zich wel de volgende keer wel achter de oren zal krabben om zulke dingen. En een land als Qatar, om dat niet meer te doen. En dat is gewoon een waarschuwing voor iedereen die naar het buitenland gaat, toeristen. Die in een land zijn waar de regels veel zwaarder zijn dan in Europa, zoals ik zei. Dus een gewaarschuwd mens telt voor 2. En voorkomen is beter dan genezen, zeg ik altijd maar. En blijf me volgen. En tot de volgende keer. Volgende keer vast wel weer wat nieuws te melden. Tot ziens. Dag.